Kunnen paddenstoelen en stro helpen het huizentekort tegen te gaan? Het klinkt misschien gek, maar het kan. Hoe? We leggen het je uit. Het is iedere dag op het nieuws. We hebben een enorm woningtekort van 100.000 woningen per jaar. Daar moet wat aan gebeuren. Bij Triodos Bank kraken we hier graag onze hersenen over. Zo financieren we allerlei creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld het delen van woningen of winkelpanden transformeren naar meerdere starterswoningen. En de groenste manier? Bouwen met groene bouwmaterialen. Biobased bouwen heet dat. Denk bijvoorbeeld aan leme muren of isolatie van hennepwol, stro of dus paddenstoelen. Deze materialen slaan CO2 op en veroorzaken nauwelijks uitstoot bij de productie, de verwerking en het transport. De eerste appartementencomplexen van hout zijn al gebouwd. Daarnaast is biobased bouwen ideaal om prefab woningen te bouwen. Om de bouw van dit soort huizen te stimuleren, heeft Triodos een speciale biobased hypotheek ontwikkeld. Hiermee zijn we de eerste bank die klanten extra beloont als ze biobased bouwen of een biobased woning willen kopen. Op deze manier realiseren we meer goedkopere woningen, waardoor ook starters en mensen met een lager budget een eerlijke kans krijgen. Super, toch? Zo dagen we met creatieve oplossingen, paddenstoelen en stro de woningmarkt uit om duurzamer, eerlijker en betaalbaarder te worden voor iedereen. En we zijn pas net begonnen. Triodos Bank. Made for change.